Hallo allemaal, ik ben Joenio en welkom bij de vierde etappe van de Tour de Continental op Pro Cycling Manager 2018. We gaan proberen met Mathieu van der Poel opnieuw een etappe zegen te boeken in deze vierde etappe. Want uh, ja, we hebben wat tijd verloren in de vorige etappe, in de Ploenteten natuurlijk. En daardoor staan we niet meer aan kop. En tegendeel, we staan zelf op 1 minuut 22, dus gaan we wel wat bonificaties kunnen gebruiken om terug te, te stijgen in dat klassement. De rit van vandaag gaat van Laboe, de boel, zo is een redelijk vlak, eigenlijk volledig vlak. En dus gaan we net zoals in de eerste en tweede etappe waarschijnlijk een massasprint krijgen. En daar wonnen we, dus gaan we dat hopelijk herhalen in deze vierde etappe. Vind je deze leuk? En ah, zeker niet om een like te geven? Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En vergeet zeker het belletje niet, want dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe video online komt. Zoals je ziet, nog 28 kilometer. En alles lijkt weer te gaan uh, uitrijden op een Massasprint. Want we hebben een koproep, maar die zet maar anderhalf minuut voor. En in die koproep zit uh, Schelling, dan Orentjek. Matijziuk, Mees, Kolnagi en Shumov. Dus uh, redelijk onbekende namen. En uh, die zetten nu nog 1 minuut 23 voor. En het is Gianni Marchand die voor Sibel het tempo aanvoert in het peloton. En wij zetten hier wat verder met onder andere Mathieu van der Poel in de groene trein natuurlijk. Want hij staat ruim aan de leiding in dat klassement. Als we dat eens bekijken, dan zien we dat hij 39 punten voor staat. Nu is dat wel iets minder. Want in de tussensprint hebben de concurrenten wat punten gepakt. Maar daar doe ik niet aan mee. Mijn voorsprong is groot genoeg. En uh, als we hier winnen uh, gaat dat natuurlijk meer punten opleveren dan die tussensprint. En uh, ja, die kopruep en uh, die verliest verder en verder trainen, Wat de goed nieuws is natuurlijk nog 45 seconden en nu gaan we onze sprintrain maken. We gaan uh, even kijken. Jawel, we gaan van de Poel en het wiel van Toepalik, Toepalik in het wiel van, Tupallik, Tupallik het wiel van uh, David van de Poel. En dan Johnny uh, van Meers ook nog zeker. Of hebben we nog iemand beter? Nee, het zal Johnny van Meers zijn. Voilà. En ja, waarom niet, we kunnen Maison nog een voorzetten ook. Zodanig dat we nog een beetje kunnen wachten met Jennifer Vermees. We naar de linkerkant, dat we wat meer ruimte hebben. Zodanig dat de Van der Poel zeker niet in de sloten raakt. Want ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan kijken, gaan we hier door kunnen of niet. Want de, de koproep zit ook aan die linkerkant. Dus misschien kunnen we daar wel nog wat problemen mee hebben. Maar uiteindelijk het is het nog altijd 14 kilometer. Dus zo'n drama is dat natuurlijk ook niet. We gaan nu wel wat versnellen met Meissen naar 89. Want we willen hier natuurlijk wel voor jou in het peloton blijven. We gaan zijn energiecel geven. En het is natuurlijk goed dat Meissen zo lang mogelijk kan. Aan kop blijven dat we met de rest wat uh, langer kunnen wachten. De koproep is nu ingehaald. We kunnen een mooi voorbij. Is Van der Poel mee? Jawel, hij lijkt mee te zijn. En uh, nu gaat Meissen naar 95. De laatste krachten uit zijn benen rijden. En uh, Van der Poel is perfect mee. We gaan kijken. En uh, ja, nu kunnen we aan Vermeers doorgeven. We eerst nog even op 89 nog een paar kilometer. En mag dan ook naar 95 gaan. Wie zit in ons wiel? Toezee. Toezee op zich nog geen resultaten. Want hij heeft nog geen punten gepakt in, de, in het hele klassement. Dus dat is redelijk goed nieuws voor ons. Dat er niet echt een goede renner mee zit. Kankowski in de hele 2 is natuurlijk wel een snelle renner. Hij heeft de 73. Staat dus vierde in de hele Maar We gaan nu even naar Vermeers geven. aan die eerste drie renners. Van de poel mag nu de energie hebben. En we gaan kijken. Vermeers aan 95, bijna in de krachten. En het is perfect, want het is nog 3 kilometer. En we gaan eerst nog even 95 met David van de poel. En op 2,5 kilometer mag hij zijn spin beginnen. Dan is het voor Toepalik op anderhalf Mag nu. Beginnen, ja, is begonnen. En dan kijken we naar Van der Poel. Van der Poel mag hij nu uitkomen. Is het iets te laat of niet? Nee, nee, hij wint heel makkelijk. Wat een acceleratie van Mathieu van der Poel. En hij pakt zijn derde etappe zie, in deze Tour de Continental. We wonnen de etappe dus voor hele twee. Kankowski dan Tour Zee. Die uh, ik nog nergens had te zien, maar nu dat dus ze wel gewoon derde wordt. Roy Jans, Alexander Krieger, Filippo Fortin, Emil Vermullen, Asbjörn Krak, Andersen, Michael Zanotti en Lucas Karstensen. Toepalik en Van der Poel, Davitan, worden 11e en 12e. In het klassement zijn we daardoor wel wat opgeschoven. Van een 73e plaats op 1,22 gaan we nu naar een 48e plaats op 1,18. Slechts 4 seconden uh, extra gekregen, natuurlijk omdat hele trein natuurlijk tweede right, uh, werkte. En, uh, ja. Maar op zich is het natuurlijk goed nieuws. 1 8, 10, dat wil zeggen dat we maar een goede 38 seconden van de vijfde plaats staan. En als je dan ziet, in en voelt, een echte heuvel etappe. Of ja, morgen in de volgende aflevering dan. Een echte heuvel etappe. En dat zou Mathieu van der Poel ook gewoon heel goed moeten leggen. Want zoals ziet, is hij ook gewoon favoriet. Maar dat is natuurlijk voor in de volgende video. Voor deze keer wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!